eindelijk is het weer zover. Vanavond gaat de Masters of Luxury 2015 officieel van start. De komende 4 dagen staan de deuren van de RAI open voor het publiek, maar vanavond eerst de exclusieve VIP-opening. Nou, het belooft een hele feestelijke avond te worden en het wemelt hier van de pers. De limo's rijden af en aan. Ik kan niet wachten. Ik ga naar binnen om verslag te doen van Masters of Luxury 2015. Eerst, wat zie je er prachtig uit, hè? Dankjewel. En wat heb je aan? Ik heb een jurk van Tony Cohen aan. Prachtig, dat is een Nederlandse ontwerper. Ja. Hè? Stel, ik geef jullie deze ongelimiteerde luxury credit card. Wat zou je ermee doen? Holy moly, wat zou je ervoor aanschaffen? Vet interieur, vette auto. Ja, ja hoor. Hele grote kerstboom. Ik denk maar een mooie auto of zo. Nou, ik denk dat ik als eerste naar Gazan zou gaan. Toch wel. Ja, ik ben Diamonds. Diamonds are girls' best friend. Ook in de garderobe wordt hard gewerkt, want het is toch een behoorlijke klus om zo'n 6500 jassen op te hangen. En er is een handjevol bekende Nederlanders die geld ophaalt voor het goede doel KWF Kankerbestrijding. Kijk, hier is Bert van Leeuwen. Bert, je doet iets heel goeds. Je bent een weldoener, zie ik. Een volle pot. Hoeveel heb je opgehaald inmiddels, denk je, naar schatting? Geen idee, maar hij zit echt heel vol al. En ik zie ook echt briefjes van 50 zie ik ertussen zitten. Heel veel mensen geven 20 euro. Ik collecteer wel eens meer voor het KWF. En dan is het niet een euro, 2 euro. Munten hebben we hier niet, toch? We hebben briefgeld. Pak even, ik heb hier nog een paar losse flappen op. Maar 50 euro erin. Is nu officieel geopend en zometeen wordt Luxury Magazine onthuld, waar Albert Verlinde deze maand gasthoofdredacteur van is. Dus zien we meteen de cover. Oh, ik had er niet gezien. Jeetje, Mina. Ben ik, wat zijn ze knap tegenwoordig met dingen. Hij is prachtig. Gefeliciteerd hè, met het prachtige magazine. Het draait helemaal om jouw leven. Ja, het is echt mijn wereld van luxe en het gaat de hele wereld over. De Amazone tot Vietnam, tot New York, Londen, alles staat erin. Want het heeft heel veel tijd gekost, maar heb je er ook heel veel liefde in gestoken? Echt heel veel liefde. Ik heb echt mijn krent uitgedrukt voor dit nummer. Ik wil heel graag dat mensen van mooie dingen genieten. Dat kan duur zijn, hè. Dat kan het Peninsula in New York zijn. Maar het kan ook gewoon langs de Theems zitten in Londen. Dat kost niks. En waar word jij dan het meest gelukkig van? Heeft dat met luxe of materie te maken? Nee, dat heeft te maken met rust bij tijd en wijle. Dat vind ik het heerlijkste wat er is. Gefeliciteerd met weer een editie van Masters of Luxury. Ja, nee, dankjewel. Nee, ik moet je zeggen, het is echt heel leuk. Ik heb naar mijn zin ook en iedereen doet goede zaken. Wat kunnen we weer van deze editie verwachten van Masters of Luxury? Ja, je ziet gewoon dat de markt is beter, de economie is beter. We zijn alweer bezig met volgend jaar, want dan is het de 15e editie. En dat is een bijzonder getal, hè, jubileum. Dus we hebben al wilde plannen ook voor de volgende editie. Ben je nu al mee bezig? Absoluut. Wat een waanzinnige aftrap van Masters of Luxury 2015. Chris Cross, de DJ, die gaat zo nog even draaien. Dus het feestje gaat hier nog wel even door.